En het rapport waarin het curriculum van de bacheloropleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement is opgenomen, is af. Minister Mike Noor-Salim van Binnenlandse Zaken heeft dit rapport afgelopen dinsdag in ontvangst genomen. De overhandiging geschiedde door Lilian Kalender, voorzitter van de werkgroep Hoger Beroepsopleiding voor Ambtenaren. Het document is een aanzet om op 1 oktober 2018 de HBO-opleiding voor ambtenaren te kunnen starten. Een aantal zaken moet nog in orde worden gemaakt, zoals het aantrekken van gekwalificeerde docenten. Minister Noor-Salim vindt de accreditatie van de opleiding belangrijk. Hij heeft de mogelijkheid besproken om de start van de opleiding simultaan te laten plaatsvinden met het proces van accreditatie. Werkgroepvoorzitter Kalender sprak haar dank uit voor de goede samenwerking tussen de leden en het vertrouwen dat minister Noor-Salim in de werkgroep heeft gesteld. Het is niet alleen een product van de commissie. Anderen hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd, aldus Kalender.